uit de bezemkast van Harry Potter in Singapore. We zijn gisteren aangekomen. Ik weet nog niet of ik jullie de kamer al heb laten zien, maar dit is hem. Nou, kamer, het is dus echt eerder een kledingkast te noemen. Het is echt zo erg. Wij wisten dus helemaal niet dat het Formule 1 is dit weekend. Ja, wij kijken dat natuurlijk helemaal niet. Dan heb je natuurlijk helemaal geen benul. Kijk ook nooit in een krant. Welke krant? En wij kwamen hier aan. Nou, we vonden het sowieso allemaal al heel duur. Maar goed, we dachten, nou, het zal wel. Singapore is sowieso bijna een van de duurste steden ter wereld. Hadden we dit dan maar gekozen? Echt van, nou, hè? We zijn er toch niet. Maar dit is echt de grootste fout die we ooit hebben gemaakt. Zo piep geslapen vannacht. Echt niet normaal. Ja, we sliepen met z'n drie in een bed, want ze hebben dus ook geen babykot. Nou, dat past ook niet eens hier. Ze zou niet eens weten waar dat neer moet zetten. Maar het is echt verschrikkelijk, jongens. Ik ben echt in staat om gewoon een dag eerder naar Bali te gaan. Morgen al te gaan. Maar goed, kijken of we Ruud nog zover kunnen krijgen. Want die heeft Singapore natuurlijk nog nooit gezien. Vannacht allemaal mensen op de gang schreeuwen. Nou, mensen die mij lang volgen, die weten dat mijn allergrootste irritatie ever in de wereld is. Van die tokkies keihard aan het praten. Dan ga ik het nu zelf ook doen, nee. Ook nog de buurman, die ging zijn deur zo hard dicht doen dat bij ons gewoon het lampje aanging. En uit. Nee, vreselijk. Echt. Ja, sorry jongens, ik zit heel even in mijn klaaggezang. Ik zal er nu ook mee op. Ik hou er mee op, maar dit doe ik nooit meer. Zo'n cheap hotel. Het was €400 per nacht, hè jongens. Het is toch niet normaal. Het is niet normaal. Maar goed, het is gewoon omdat we wrong time, wrong place zijn. Nou, we gaan er gewoon een leuke dag van maken. Marina Bay, Sentosa Island misschien nog. En dan hoop ik dat Ruud het ook mooi geweest vindt. En dat we dan gewoon een dag eerder weggaan. Want zo kom je ook gewoon niet aan je nachtrust toe. Ik heb gewoon bijna niet geslapen. Nou goed. Ik zie jullie zo meteen. Een leuk kleurrijk plekje. Kijk, een super kleurrijk leuk Singapore. Oh, heb je al even geklaagd of niet? Ik heb al geklaagd. Oh, okay. Wil jij het nog even doen? Nou ja. Wat zie jij er nou allemaal van? Ik denk dat mensen dit dat wel. Een herniaatje erbij en een grumpy girlfriend. Ja. Maar het was zeker niet aan te raden, een kuthotel. Zo zou je wel kunnen noemen. Kuthotel. Ja, maar je zou niet snel een review schrijven. Maar deze als iets wel. Kut is, maar ik weet niet of die mensen ook echt iets zouden kunnen doen nu. Want ze doen gewoon die prijs zo hoog, omdat het nu dus Formule 1 is. Anders zouden we hier nooit gaan, omdat het zo cheap is. Maar het is gewoon eigenlijk ook weer het allergoedkoopste hotel van Singapore, waardoor het dus eigenlijk heel kut is. Maar dat heb je nu niet door. Maar omdat je dus nu zoveel geld betaalt, klopt het dus in verhouding niet. Maar goed, we zijn in Singapore, we zijn hartstikke leuk. Nu wel bij de Gardens of the Bay. Het is Mid-Autumn Festival, zie je dat? Dit kunnen we allemaal bekijken. Ik twijfel een beetje over wat goede momenten zijn, want s'avonds is het hier natuurlijk het allerleukste als die boompjes allemaal verlicht zijn. Kijk, en daar heb je ook het hotel. Alleen, het is natuurlijk nu overdag. Dus even kijken wat we hier kunnen doen nu. Een kleintje regular milk, oatmilk? Ja, oatmilk. De milk, ik wil regular milk, extra shot. Het was echt een superleuk tentje waar we net zijn beland. Hourglass heet het, of Glasshouse. Glasshouse. Het was echt super lekker. Hele lekkere koffie. En nu lopen we door Chinatown een beetje richting een straatje wat Ruud had gevonden, wat leuk is met restaurantjes en boutique hotel of boutiquejes. Kijk even lekker even mee. Kijk even mee naar deze bizarre architectuur. Je hebt hier zo hier die Louvre deurtjes allemaal en dan kijk je zo naar boven en dan heb je daar van die skyscrapers. Dat is wel een beetje gek, maar dit is Chinatown. Het is wel heel mooi. Even een fotootje maken. Ruud en ik zijn even gefascineerd over deze waslijnen hier, die volgens mij gewoon bij dit appartement horen. Dat ik gewoon die was daar heb hangen, joh, aan je allen. Het valt gewoon zo naar beneden. En hoe krijg ik nou in godsnaam helemaal op het achterste lijntje gehangen? Nou, ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar bizar. We zitten hier in een giga foodcourt bij de Marina Bay Mall. We hebben dus een hotpot besteld.
mocht je helemaal zelf maken. We hadden allemaal groentjes, Ruud had er allemaal groentjes, broccolietjes, mushroompjes, eitjes, nou niet te bedenken. En het smaakt zo goed en dan die noedels erbij. De vrouw was helemaal in shock dat er geen vlees in moest. No meat, no meat. Huh? Je wil dan ook een avocado makkie. Wil je een avocado makkie bestellen? Oh ja, dan wilde ik een avocado makkie bestellen, gewoon zonder zalm. Ik ben helemaal niet meer into de zalm de laatste tijd, sinds dat ik eigenlijk die docu heb gezien. You are what you eat, the twin experiment. Ja jongens, als je van zalm houdt, eet je daarna niet meer. Ik dus ben daar een voorbeeld van. Nou, dus ik eet nu al maanden geen zalm meer, maar dat konden ze dan er niet uithalen. Kan niet, nee, dat kan echt niet. Het is aanpassen, hè, jongens. Aanpassen. Kijk, je hoort de Formule 1. Daar zo. In de verf. Maar je ziet ze niet. Dada! Kijk, en hier boven ons is Marina Sand Bay. Kijk nog wat een gebouw, joh. En zo ziet het er dan dus aan de binnenkant uit. Ja, ik zag al een lampje. We zijn op Bali aangekomen. We zijn er net. Na het debacle van Singapore. We zijn nu al zo'n 5 à 6 weken. 5 weken al wel onderweg. We gaan nu onze laatste etappe in hier op Bali. Waar we ook hebben afgesproken met Michiel en Iris. Dat is eigenlijk de hele reden waarom we hier soort van zijn. Vorig jaar hebben we dit weer bedacht. En altijd komen onze plannen met hun uit. Dus super gezellig. We kijken er helemaal naar uit. Gisteravond zat ik nietsvermoedend op bed. Dacht lekker, Sjoepie lag erin. Dacht, ga lekker een filmpje kijken. Eindelijk kijk Ruud een keertje mee. Die wordt altijd helemaal allergisch van series. Want die wordt er altijd helemaal verslaafd aan. Dus dan wil die dat niet. Maar ja, ik zeg, je hebt toch alle tijd nu. Laten we iets leuks kijken. Dus ik dacht, nou, we gaan helemaal wat leuks kijken. Ineens komt de deur, stormt er iemand binnen. Room service! Waren dus Michiel en Iris al. Die vanuit Kuala Lumpur een dag eerder zijn gekomen, want we zouden hem eigenlijk pas donderdag zien, het is nu maandag, dinsdag. En toen waren ze ineens gisteren al gekomen, want ze waren helemaal klaar met Kuala Lumpur. En toen dachten ze, we gaan gewoon alvast. En zij gaan dus vandaag nog naar de Nusa Lembongan eiland. Gaan ze naartoe, nog 3 nachtjes. En dan zien we hun donderdag in een villa die we hebben gehuurd met z'n allen. Heel veel zin in. We gaan nu eventjes met ze ontbijten nog even, zitten in een of ander koffietentje. Dan gaan we ze daar even ontmoeten. Het wordt hiernaast gebouwd, jongens. Het lijkt op mijn oude vlogs wel, dit geluid. Tot zometeen met Michiel en Iris, de scheetjes. En Maartje natuurlijk, die is er ook bij. Daar zitten ze. Hallo. Hi, jongens. Jeetje. Het is wel een hele kindvriendelijke weg hier. Ja. Ruud heeft nu 3,5 minuut zendtijd gekregen om een mailtje te sturen. En daarna gaan we lekker weg. We hebben het ontbijt gehaald. Het is tot 10 uur die ontbijt. Dat vinden we best wel vroeg eigenlijk. Maar goed, we klagen verder niet natuurlijk. Ja, wij zijn ook vroeg wakker met een kindje. We zijn ook wel vroeg op, ja. Nou, Sjoepie doet tot kort voor 9 slapen, hè. Nou, we moeten het toch wel eventjes... Dat je gewoon op vakantie bent hier lekker... Uitslaan. Ja, geweest, dan is het een ander thuis. Verhaal. Dan is het 10 uur, dat is fucking vroeg. Dan moet je het ontbijt al hebben gegeten en dan is het dicht. Soepje, maak er weer een soepje van. Stoutje. Nou jongens, het is tijd om te gaan. En toch wel heel stiekem heb ik wel heel erg uitgekeken naar dit moment. Jij niet? Ja, een beetje wel. Eigenlijk wel, hè. Dat is eigenlijk... Eigenlijk moet je zoiets beginnen plannen aan het begin van de vakantie. Toch, of niet? Is dat misschien beter? Ja, zo is dat wel leuk. Leuke afsluiter. Ja, en dit is een goede afsluiter, dat klopt. We gaan namelijk naar Canggu, naar de villa waar Michiel en Iris en Maarten met ons
gezellig de laatste vakantie komen vieren. De laatste dagen. Anderhalve week of zo? Een weekje, een klein weekje. Iets langer dan een week. 7 dagen maar. Een week. Een week. Een week. En dan gaan we volgende week naar huis. Ik heb er zo'n zin in ook. Ik heb ook zin in. Het is allemaal goed geweest. Het is allemaal leuk geweest. Maar het is ook heerlijk om weer naar huis te gaan. Sjoepje is in ieder geval helemaal klaar om te gaan. We zijn aangekomen in Canggu. En dit is onze villa. Gevonden op Airbnb. Kijk nou hoe gezellig. En super fijne vloer voor Sjoepje. Die kan hier lekker veilig rondkruipen. Heel veel accommodaties op Bali hebben dus allemaal zo'n woonkamer die helemaal open is. En ook met een zwembad dan meestal eraan. Maar ik ben natuurlijk niet van gisteren. En wij wonen natuurlijk zelf ook in de hitte. Dus ik wist al gewoon, ik moet gewoon iets zoeken wat afsluitbaar is. En waar je airco's ziet in de woonkamer. Dus ik heb zitten zoeken, jongens, speuren. Want dat staat natuurlijk niet, dat is niet een zoekfunctie. Afgesloten woonkamer. Dus ik heb zitten zoeken, speuren, beschrijvingen gelezen. En toen heb ik dit gewoon gevonden. En ah, dit is gewoon wat je wil op Bali. Het is nu eigenlijk best wel oké qua temperatuur. Nee, het valt wel mee, maar dat is ook voor ons wel weer. Ik weet niet of de rest het ook vindt. Ik moet even vragen aan Michiel. Of zij kijken of Michiel en Iris, of zij het warm vinden. Maar ja, ik ben hier heel blij mee. Super chill. Sjoepje, gezellig hè. Gezellig hè. Sjoepje is een kleine olifant. Kijk, hier hebben ze ook zo'n ding gemaakt hè. Ja, heel mooi, heel mooi. Dit is wel een goede inspie hè. Ach, inspie, inspie. Hij denkt dat we weer een nieuwe B&B gaan bouwen, maar mogen we nu slapen of wat gaan we nu doen? Michiel en Iris en Maarten zijn even wat eten. Ja, we moeten ook even wat eten, schat. Maar hoe gaan we dat doen? Even een go-jackje? Ja, iets bestellen denk ik dan maar. Ja. Ben je even bij mami? Hey, kiekeboe. En twee, oh yeah. Welke heb jij? Jij hebt zeker de mango. Zo, even de eerste ochtend op Bali, nou dat is niet waar, Canggu, dat wel. In ons nieuwe optrekje. Maar we gaan nu onderweg naar een beachclub. Hoe heet het ook weer? Brisa of zoiets? Brisa. Het is gewoon op loopafstand. Dat is wel chill. Want ik ben namelijk niet zo een heel erg fan van de scooters. Ik ging daar net heel even met Ruud naar de stad. En ik heb gewoon alleen maar zitten janken op die scooter. Omdat ik het zo verschrikkelijk vind. Ik vind het gewoon walgelijk. Misschien is het anders als ik zelf rij. Maar het is gewoon zo'n controle dingetje dat ik gewoon helemaal lijp word van al die mensen die daar dan aan het rijden zijn en iedereen doet maar, toetert maar en het is ook nog eens links natuurlijk. Nee, het is echt, ik had het al gezegd van voor de grap, nou jongens, ik ga wel gewoon met de taxi dan. En ik dat gevoel kwam gewoon van zo diep. Ik herinner me ook nog dat ik met Pepe op Zandvoort, we dan met de scooter naar Zandvoort gingen. Nou, toen zei ik ook, ik ga nooit meer met jou. Ik ga nooit meer op. Maar het ligt dan niet aan Yvette. Die reed gewoon goed. Maar ik word gewoon helemaal gek achterop. Het is ook al achterop een fiets trouwens. Het is gewoon een controle dingetje. Maar goed. Dus wij gaan lekker met de benen wagen. En het schijnt niet zo ver te zijn. Ja, jongens, daar zitten we dan, hè? Perfect. Beter kan eindelijk, Martel. In het zeeroversritje. Oh, nog niet. Hallo. Even lekker chillen. Hallo. Het lijkt een beetje wat ik heb besloten. Ik wil graag een gastvlog doen als we naar de Batur gaan. Zullen jullie de vlog overnemen? Nemen jullie de vlog mee naar de Batur? Maar dan moeten jullie wel vloggen. En dronen. Nou, dat vind ik een goed idee. Bij deze is de vlog overgeschakeld naar de avonturen van RMM. Yo Rudy, wat gaan we vandaag doen? We gaan scooteren. En waar gaan we heen scooteren? Ik weet het echt niet. Heet het zo? Mount Batur. Mount Batur? In 3, 2, 1.
Yes. We zijn aangekomen bij iets typisch Barinees. Ze hebben hier namelijk vogeltjes. Nou hoorde ik laatst Floris Geubels zeggen op Instagram dat hij een vogel had gekocht en deze had vrijgelaten. Ze gebruiken hier vogels voor een ceremonie. En dan, ja, wat ze ermee doen, geen flauw idee, dat weet ik niet. Maar om dus die vogels te kopen voor 100.000. Dus toen zei ik tegen Rudy, laten we stoppen en laten we een vogel kopen en die vrijlaten. Dus dat gaan we nu. Wat gaan we dat doen? Waarom moeten we dat ding meenemen dan op de scooter? Ik stel gewoon voor dat we nu alle drie een vogel kopen in onze hand doen. En dan gewoon zo pss, de lucht naar voren. Vind je een bus, hè? Ja, ik denk dat het beste is. We moeten een mooi plekje hebben. Hier moet die van het plat vreden. Ja, ik kom even vragen hoe dat moet beschermen, een hokje erbij. Maar we kunnen ook even naar een mooi plekje lopen en dat daar vrij laten. Laten we het gewoon lekker gaan kopen. Oké, okay, wat gaan we kopen, jongens? Ik zeg dat op een gaatje. Dit is goed. Dit is goed? Dit is nat. Een beetje zien dat ze in de zak zitten. Maar ja, daarna zijn ze wel vrij. Dat is wel nu zitten ze anders dus voor de rest van de leven in een klein kutkooitje. Of moet ze gewoon in onze hand vragen of je het lekker in mijn hand kan doen. Nee, je moet ze niet vasthouden. Don't worry, guys. Duizend. Kijk, touwtje eromheen. Zo. Dan vinden we natuurlijk wel echt een prachtig plekje om die beesten even vrij te laten. Zullen we gewoon één voor één doen? Kijken of het lukt. Zullen we allemaal ons eigen vogeltje doen? Je kijkt niet echt één voor één, want die zak die zit er zo van hem heen geknoopt. Je kan misschien even met een sleutel losmaken. Zo. Heb je al een naam voor je vogel? Michiel. Oké. Okay. Die van mij die heet Poetin. Anders hou je eens met je hand eruit. Je bent gek. Fly, my little friend. Nee, dus... Nee, ik kan niet goed zien, maar wel. Oh! Hey, vogeltje. Ja, we hebben jouw leven gered. Zo. Wat hebben we tot nu toe allemaal gedaan? Ik heb nadenken, vooral op de scooter gezeten eigenlijk. Een trui gescoord in Ubud. Aapjes gekeken, die heb ik nog even gefilmd ook net. Oh ja. En nu zijn we even bij deze viewing point. En die gaan wij morgen beklimmen. Is dat die Mount Batur? Ja. Worden omgeven door allemaal vrouwtjes. Hallo! 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 Oké, we gaan nog even de laatste 10 kilometer rijden van onze tocht. In totaal 2,5 uur gereden. Kei ver, maar het is het sowieso waard, nu al. Oké, okay, bye bye! Maar hoe was de dag? 2,5 uur gereden. Op het scootertje? Op het scootertje. Een paar keer gestopt. Ja. Ubud, Monkey Forest. Ja. En nu kunnen we precies 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6,5 uur slapen. Dat was niet slecht eigenlijk. We moeten wel nu gaan slapen. Morgen de grote tocht. De top. Ja, want ik heb even gekeken. We zitten al op 1200 meter hoogte. Zitten we al, hè? Ja, en hoe hoog is die? 1700. Dus we moeten nog 500 meter omhoog. Oh, 500 meter. Oké, nou ik ben benieuwd. Kijk, hier liggen wij een gezellen. Daar is de entree. Het is wel een verder wel mooi resort. Leuk badkamertje. Nou, dat was het. Oké, en je moet dan het bed om het lampje uit te doen. Dat vind ik altijd verschrikkelijk. Nou, welterusten. Oh my god. Is het al licht? Nee, natuurlijk niet. Oké, let's go.
Alright. Heb je een beetje mooie beelden? Is dat lijp, hè? Bro. Bro. Hey man. Het is glad hier. Kijk glad hier. Oké. We hebben het gehaald. Hier schijnt dus allemaal... Wauw. Oké, you're the guide. And what's happening here? Here is smoke. Like eruption. Where's the smoke coming from? Smoke coming from the ground. The ground is hot? Yeah, that's okay. Hoor dat? Wauw, ik vind het echt heel te eng hier. Zo, we gaan weer terug. Het is mooi geweest. Klaar mee. Klaar mee. Even in de hot spring. Even in de hot spring en dan gaan we weer 2 uur karren naar Canggu. Canggu, Canggu. Canggu. Wat vond jij het mooiste? De tocht. Oh, de tocht. Oké. The journey. The journey was the most effective. Maar ik moet wel weer even, hoe moet ik zeggen, weet je leeft, toch? Ja. Ga je het nadenken bij jezelf? Ga je al je zonden overzien die je gedaan hebt in de afgelopen jaren? Ik moet meer gaan sporten. Ik had dat biertje moeten laten staan gisteren. Vanaf nu ga ik 3 keer in de week gaan sporten. Oké, jongens, kijk jullie natuurlijk beloven dat ik nog eventjes een resume zou doen. Of eigenlijk een eerlijke review zou geven over dit hele Azië-avontuur van 6 weken lang met een dreumes. Ik ga de volgende keer gewoon naar Italië, alsjeblieft, jongens. Doe je het jezelf niet aan. Het is verschrikkelijk. Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb dit best wel vaak gedacht. Waarom zijn we niet gewoon dichter bij huis gegaan? Iets waar niet zoveel tijdsverschil was. Kijk, wij hebben natuurlijk 11 gedaan, hè? Plus 11 aan tijdsverschil. Dat is natuurlijk ook wel mensen uit Nederland ook weer anders. Dan doe je maar plus 6. Dat is ook nog wel te doen, weet je wel. Maar wij doen gewoon plus 11. Deden plus 11, ja. Dat is gewoon echt een heel, ja... 's ochtends en dag en dauw verschil. Dus ja, nou goed, in ieder geval, dat viel me erg tegen. Had ik niet verwacht dat dat zo heftig zou zijn. We doen natuurlijk vaak een tijdsverschil met Sjoepie gewoon naar Nederland. Dat is ook al pittig. Maar goed, ja, dit was gewoon eigenlijk heel vaak slapeloos momenten gekend in de nachten. Waardoor je dan zelf ook heel moe bent. Ik zie het ook in deze vlog 1 keer dat we dan pas om 1 uur 's middags opstonden. Omdat we zo'n jetlag hadden en dan... Ja, je leeft als een soort uil. Dat ken ik ook nog wel van de bestemmingen gewoon met KLM. Dat je gewoon zo als een uil leeft. Je ziet bijna geen daglicht. Ah, daar word je ook niet heel vrolijk van hoor, jongens. Dus ik... en ik vond gewoon... Een paar slechte keuzes hebben we gemaakt. Koh Samui Moei vond ik... Het resort is prachtig. Nou, jullie hebben het gezien. Maar het was een soort honeymoon resort. Wat geweldig is. Maar ik bedoel... Met een baby heb je daar eigenlijk weinig te zoeken. Als in je wil dan toch gewoon heel even eruit kunnen of iets leuks doen. En dat kon eigenlijk niet, want dan moest je helemaal de berg af naar beneden rijden. Omdat je best wel van de bewoonde wereld zat. Maar ja, eer dat je daar was, kon Sjoepie alweer slapen. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo'n fijn hotel. Ja, voor ons als je met z'n tweeën bent, maar niet als je ook nog met een baby en je wil nog wat leuks doen. Dus dat is een fout die we hebben gemaakt. Dus... Ik zou lekker niet naar het Conrad gaan als je met een baby bent. En Bangkok vond ik superleuk en geweldig. Had ik niet willen missen. Natuurlijk helemaal wel over Bangkok op bezoek geweest. Check de vorige video als je dat gemist hebt. Maar het is gewoon heel... Je bent gewoon heel erg gebonden aan die slaapjes. En ja, zij is gewoon het allerbelangrijkste. Zij moet gewoon goed slapen. En thuis... Als ik haar hier op bed lig, dan slaapt zij zo 2,5 uur aan een stuk. En dan daar af en toe in de mal ging ze slapen. Dan dachten we, ach nou hè. Dan ging ze 1/2 uurtje slapen, dan werd ze al wakker van iets. En dan sliep ze niet meer. En daardoor is ze natuurlijk toch gewoon heel vermoeid. En nou wordt ze saggy. Nou, iedereen wordt daar saggy van. Dus
Ja, dan denk ik, ik heb gewoon heel vaak gedacht, waarom hebben we dit onszelf aangedaan? En dan, ja. Ja, en dan ook nog het laatste staartje op Bali. Nou, met Michiel en Iris en Maarten was natuurlijk geweldig. Was eigenlijk de highlight om het elkaar natuurlijk te zien. Dat was echt zo leuk. Maar ja, ook dat huis had gewoon in Spanje kunnen staan. Het is zo erg, hè, jongens, dat ik het zeg. Maar het is een eerlijke review, dat heb ik gezegd. Ik heb tegen Ruud gezegd, ik hoef de aankomende 6 jaar niet meer naar Azië. Ik hoef in ieder geval ook nooit meer naar Bali. Ik vond Bali echt verschrikkelijk. Nee, Bali is niet mijn eiland. Ik vind echt helemaal niks. Ik weet dat er heel veel mensen heel fan zijn van Bali. Het helemaal geweldig vinden. Maar ik vind het echt... Nee, ik vond het helemaal niks. Echt, de hele expat wat daar leeft, weet je wel. De hele... Al die toeristen die dan daar... En tokkies met hun ontblote bovenlijfjes en bikini top zo hop weer een lunchzaak inkomen stappen. Dat ik echt denk, doe even normaal jongens. Gewoon, ja, ik weet niet. Ik vond het allemaal heel erg overgenomen door de expats. En ja, dat... Het is trouwens echt een herrie, want Ruud is de handrem van de bus aan het maken. Of ik weet niet wat hij daarmee... Het klinkt als een hoge druk nu. Maar goed. In ieder geval. Ja. Ik zou zeggen. Voor onszelf. Volgend jaar lekker naar Mexico. Iets in de buurt. Lekker naar Nederland. Nou, Nederland. Maar of dan Spanje of zo. Iets in Europa. Ook leuk. Waar het lekker weer is. Natuurlijk wil je wel lekker weer. Maar. Ja. Ik vond het gewoon. Af en toe gewoon niet waard. Het tijdsverschil. De slapeloosheid. De vermoeidheid. En ik ben er tot de conclusie gekomen dat ik gewoon niet zo'n watervaltypetje ben. Zo van zo iemand die dan elke waterval moet, elke tempel, elke dit. Boeit me allemaal helemaal niks. Ik wilde gewoon rust, tijd met elkaar hebben. Ja, plezier maken. En ik denk, dat heb ik ook wel ondervonden. Wat ik echt het leukste vind aan vakantie is gewoon lekker eten. En... ja, leuk dat je op Bali alles kan bestellen voor 6 euro. Wat ik trouwens ook eigenlijk soms gewoon bizar vond. Dat het zo goedkoop was dat ik denk, wie verdient hier nou een euro aan? Dat kan toch ook niet? Dus erg vond ik dat ook gewoon weer belachelijk. Ja, zit je weer te klaren dat het te goedkoop was? Nee, ja. Erger. Nee, ja, ik vond het gewoon eerlijk. Ja, het gewoon niet waard. De reis, de vermoeidheid. Wat ik daar dan heb kunnen doen of zien of doen. Nee. Ik was dan echt liever naar, ik weet niet hè, ik romantiseerde het ook, Spanje, Italië of geweest, Frankrijk, waar je leuke marktjes hebt, leuke winkeltjes, een beetje dat stadse, een beetje dat de reuring, waar je leuk wat dingen meteen kan opzoeken, waar je ergens naartoe kan rijden met een auto. Dat kon ook allemaal niet op Bali, allemaal veel te druk. In een taxi van 10 kilometer deed je 2,5 uur over, echt walgelijk, zonde van je tijd. Dus jongens, als jullie leuke adresjes weten of leuke plekken in de buurt hier, Mexico misschien, of misschien iets leuks in Europa, zet het onder deze vlog, dan verzamelen we het daar. En nou, daar ben ik heel benieuwd. Ik ben blij dat ik deze foto van jullie heb kunnen maken. Misschien dat jullie nu ook denken, nou dan gaan we het niet doen of dan gaan we toch aanpassen het reisschema. Misschien dat ik jullie heb kunnen inspireren. Misschien ook niet. En denk je, nou, ik vind Bali helemaal geweldig. Dat kan natuurlijk ook. Ieder zo zijn ding. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video. Dag!